Peter, ik kijk even met jou mee, met jouw blik nu op de wereld. En wat is jouw blik überhaupt eigenlijk op de wereld? Hoe zie je hem? Nou, wat je ziet is schoonheid en ook dingen die wat minder schoon zijn. Het regent als een gek. Dus dat is natuurlijk de vraag wat je daarvan vindt. Meestal vinden we het vervelend. Maar als je zo kijkt, heeft het natuurlijk ook wel iets goeds. Daardoor kunnen dingen weer groeien. Dus het heeft allemaal zo'n functie. En dat is voor mij ook wel, als ik naar de wereld kijk en mijn wereldbeeld, is dat alles een functie heeft. Ook dingen die misschien minder voor de hand liggen of minder passend zijn of niet direct uitkomen of als hinderlijk worden ervaren. En dat heb ik wel geleerd. Ik ben iemand die graag de wereld wil verbeteren, mooier maken, pijn wegnemen. En dat is mijn intrinsieke wens. En tegelijkertijd is die pijn er wel. En is er ook dingen die niet goed lopen. En is het kwaad in de wereld er ook. En daar heb je je mee te verstaan. Dus voor mij is het thema wel van hoe kunnen we de wereld mooier maken. En beter maken op deze plek waar ik nu zit. Op het terrein van de ruimtelijke inrichting en water, waterveiligheid. Maar water is zo'n essentieel onderdeel van onszelf. Gaat het ook heel snel over onszelf als essentiële grondstof in deze wereld. Gaan dingen ook fout? We hebben ook te maken met drama's. En dat stelt ons ook aan de ene kant, verplicht ons dat om ons best te doen om, om de wereld beter te maken. En aan de andere kant in balans te brengen met met wat niet klopt of wat er niet is en om daar ook verbinding mee te maken. En dat klinkt heel zwaar en groots, maar dat kan ook heel dichtbij zijn. Kijk, we zijn allemaal niet perfect en ik zeg al vaak gelukkig maar, want dat schept een band. Want ik heb jou nodig omdat jij dingen kan die ik niet kan. Of als ik geïrriteerd raak is het gelukkig een ander die nog wel geduld heeft. Of andersom. Dan kunnen we elkaar in steunen. Om waar we voor staan, hè, want we staan hier ook voor maatschappelijke opgaven, om dat zo goed mogelijk met elkaar te doen. En dat is de manier waarop ik kijk naar de wereld, naar mezelf, naar anderen. Om ieder tot zijn recht te laten komen, ieder te accepteren zoals die is en samen een mooie gewenste verbetering van de wereld neer te kunnen zetten. En dat is iets wat mij elke dag al bezighoudt. In elke vergadering, bijeenkomst. Dat begint wat mij betreft al bij het stellen van vragen in plaats van het geven van oordelen. Om mensen uit te nodigen, om verbinding te zoeken met elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat we met elkaar meer weten dan één iemand alleen. En daar hebben we nog veel te leren, ik zelf ook. Hè, want soms schiet je wel eens in de fout of in je eigen drift of in je eigen onvolkomenheden. Dus dat is een beetje de manier waarop ik in het leven sta en naar mijn wereld kijk. En leefstijlkunde kan innovatie bijdragen aan het verminderen van de imperfectie? Ja, wat ik sprak over de verbetering van de wereld. Nou, dat gaat niet vanzelf. Daar moet je ook je best voor doen. En de innovatie ligt natuurlijk vaak in daar waar gedachtewerelden bij elkaar komen. Waar onverwachte ontmoetingen zijn, waar crossovers zijn. Daar moet je ook gelegenheid voor geven. Voor het ontstaan van het onverwachte en het nieuwe. En dat doen wij, als ik het even betrek op mijn werk, op het terrein van ruimte en water ook, hè, soms in technische zin, waarbij iets wordt uitgevonden waardoor dingen goedkoper, veiliger kunnen worden, of sneller of beter drinkwater beschikbaar is voor hier of veraf. Maar ook in procedurele zin, of procesmatige zin, vernieuwen van hoe doen we de dingen hier.
niet meer vanuit de ivoren toren of de ingenieurs mentaliteit van we weten het allemaal wel en wij weten wat goed voor u is. Maar in samenspraak en in verbinding met groepen mensen die zich ook verantwoordelijk voelen voor doelen waar we voor staan. En dat is soms ingewikkeld omdat je dingen moet loslaten. Hè? Je kunt niet ontvangen als je niet ook dingen loslaat. Dus zowel zeg maar in technische zin als in procesmatige zin is innovatie eigenlijk essentieel om verder te komen. Om de wereld beter te maken en mooier te maken. En dat is toch wat ik in ieder geval erg naar verlang.